De volgende dag komt Job langs met zijn nieuwe vriendin. Dit tot ergernis van Julian, die bang is dat de praatgraag Job zijn mond voorbij praat over zijn werk als gigolo. Dit is Sophie. Hi. Hi. Hey. Hey. Hallo. Zo. Ja, ik heb Job nog even gewaarschuwd. Ik ken hem wel een beetje. Als hij gaat drinken, dan gaat hij gewoon leuke verhalen vertellen. Wil die mensen wel eens in verlegenheid brengen. Daar heb ik niet zoveel zin in. Job zegt niets te laten merken over Julians werk als gigolo. Maar al snel begint hij over een bijna soortgelijk onderwerp. Zusje van mij, die gaan naar de dingen toe, naar de Chippendales. Echt serieus, naar de Chippendales? Ja, naar de Chippendales. Ja. Nou, ik zou er geen reet aan, lijkt mij, als vrouw. Nee? Mijn zussen die zeiden wel, ja, we staan er allemaal gillende vrouwen voor. Ik kan me niet voorstellen. Nee, echt wel, ik zou er ook gillen voor gestaan. Ja, maar is dat wel allemaal ex-spier of is het gewoon... Nee, hoor, dat is toch gewoon lachen, dat is toch gewoon grappen. Ja, dat Job me net flikte dat hij weer over Chippendales begint, terwijl ik hem gewoon gewaarschuwd heb. Dat vind ik echt respectloos. Hij heeft echt geen idee wat er op het spel staat voor mij. Als Mireille er op een gegeven moment achter komt, dan ja, is het gewoon klaar. Ja, ik vind dat jullie dan niet zo krampachtig moeten doen over alles. Hij loopt alleen maar nou moeilijk te doen om niets. Kijk, het is zijn probleem dat hij in dat wereldje zit, maar nou hoef ik me toch niet van aan te passen. Dat zijn dingetjes niet de mijne. Als kunnen er nergens meer grapjes over gemaakt worden. Bedankt. De geïrriteerde Julian laat zijn ongenoegen over Job merken. Wat voor een slecht van Job? Ja, dat zou goed kunnen. Slecht van Job, ochtend. Kijk, op zo'n gezet. Ik bouw absoluut dat ik hem in vertrouwen heb genomen. Het is gewoon een clown en blijft het. Ik ga je ook nooit meer vertellen wat ik aan het doen ben. Sowieso niet. Maar wat is nou deze opmerking? Ja.